Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie het Peony Eyeshadow Palette uittesten van Max & Moore. Dat is dit palette. Ik heb deze bij de Action gekocht. En ik dacht het is wel leuk om deze even samen uit te gaan proberen. Gewoon even om te kijken of hoe de kleuren zijn die in het palette zitten. Wat het pigment is. En of je er een beetje een leuke ooglook mee kan maken. Dus mocht je benieuwd zijn naar het Peony Eyeshadow Palette. Zou ik gewoon even zeggen. Kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik liet hem natuurlijk al even zien. Dit is het palette. Hij zit dus altijd gesield aan de achterkant. Ik heb de seal al verbroken. Maar hij zit dus altijd gesield. Waardoor het dus heel makkelijk is als je in de winkel staat voor zo'n palette. Je kunt hem dus even open doen. En dan kun je dus altijd even zien of dat alles mooi heel is. Ik zal nu eventjes dit plasticje eraf halen. Want dat kraakt heel erg. Het palette zelf is gemaakt van karton. Maar hij voelt heel stevig aan. Hij sluit ook door middel van een magneet. Dus dat is eigenlijk allemaal wel heel erg fijn. En ik vind hem gewoon heel erg mooi eruit zien. Op de achterkant staat eventjes wat korte informatie over het palette. En ook de ingrediëntenlijst. En je ziet hier ook de kleuren die in het palette zitten. Dus in feite kun je in de winkel vaak al zien of zo'n palette je aanspreekt qua kleuren. In dit palette zat nog een spiegel. Tegenwoordig in de nieuwe paletten van Max & Moore zitten geen spiegels meer. Dat vind ik op zich wel jammer. Want ik vond het altijd wel fijn, maar ze doen het helaas niet meer. Gelijk even een kleine kanttekening. Action verkoopt dit palette op dit moment niet. Ik heb hem toentertijd gekocht voor €4,44, dus nog geen €5. Maar ik heb gezien dat bol.com hem ook verkoopt. Alleen daar kost hij dus €12,95. Dat is natuurlijk echt wel eventjes een stuk meer als waar ik hem voor gekocht heb. Maar mocht je hem gemist hebben bij de Action en je zou hem heel graag willen hebben, zou je erover na kunnen denken of dat je misschien het ervoor over hebt om hem bij bol.com te kopen. Maar goed, net als ik zeg, hij kost daar dus echt wel een stukje meer. Ik weet ook niet of Action hem nog terugkrijgt. Dus dat is eigenlijk een beetje de vraag. Maar ja, misschien heb je hem destijds ook wel kunnen kopen. Dit palette die heeft 21 kleuren. Je kunt ze zowel nat en droog gebruiken. Ik gebruik eigenlijk altijd de oogschaduws wel droog. Want ik vind als je ze nat maakt, het wordt er niet heel erg mooi op. Ik vind dat het niet zo heel erg mooi opdroogt. Er zitten matte en shimmerkleuren in. En in sommige van die kleuren zit dan ook een heel erg leuk bloem effect gedrukt. Kijk, je kunt dat hier bijvoorbeeld zien. Er zit een soort van roosje in verwerkt. Wat ik wel heel erg mooi vind. Ik vind het wel heel erg mooie kleuren die erin zitten. Ik zal even een paar swatches oppakken. Zodat je ook eventjes kunt zien van, joh, hoe is het pigment? Ik heb even wat opgepakt. Ik kan niet alles swatchen, dat is gewoon te veel. Maar gewoon eventjes vier kleuren. Ik heb twee matte en twee shimers. Hier zie je een shimer en hier. En dit zijn dan wat matte tinten. Op mijn hand komen de kleuren. Ik heb hier nog een groene, maar die zie je echt bijna niet. Niet heel veel over, maar ik ben wel heel benieuwd hoe het op de ogen gaat zijn. Dus laten we maar gewoon gaan kijken wat voor ooglook ik hiermee kan gaan maken. Dus ik ga eventjes mijn haarbandje in doen en mijn kwastjes pakken. En dan zullen we eens eventjes kijken wat voor ooglook we hiermee kunnen gaan creëren. Goed, jullie zijn ingezoomd. Ik ga het spiegeltje gebruiken wat in het palette zit. En ik ga eventjes kijken. Ik wil eigenlijk voor een roze ooglook gaan. Ik weet dat ik dat heel vaak doe in video's roze. Maar ik heb hier ook een roze lipgloss op. Dus dat vind ik er dan wel leuk bij staan. Ik ga ook een andere ooglook nog maken met dit palette. En daar zal ik een plaatje van in beeld neerzetten hoe dat dan uiteindelijk geworden is. Ik ga heel even kijken. De kleuren hebben ook namen gekregen. Die kan ik nu helaas niet opnoemen. Maar die staan dus onder de oogschaduwpens. En ik denk dat ik, om te beginnen, even in de arcadeboog met deze kleur ga beginnen. Deze, die lichtroze. Zijn jullie ook fan van de oogschaduwkleuren of oogschaduwpaletten van Max & Moore, moet ik zeggen? Of is het niet zo je ding? Het is een heel persoonlijk iets. De ene vindt het heel erg leuk en de ander die denkt, nou, mijn ding is het niet. Ik vind het echt super leuk. Ik vind het echt elke keer weer leuk als er een nieuw palet uitkomt. Omdat ze gewoon echt voor mijn gevoel zo goed zijn. Ik heb er al best wel een aantal geprobeerd en ik ben er wel echt heel erg fan van. Ik moet wel zeggen, dit kleurtje is wel vrij licht. Die zie je nog niet direct opkomen, maar het is ook eigenlijk meer een beetje als basis.
Omdat ik er zometeen met een iets donkerder kleurtje nog overheen ga. Ik heb momenteel een lipgloss opgedaan. Er zit een pepertje in en dat ding dat is heet op mijn lippen. Het tintelt. Nou, je zou er vollere lippen van krijgen. Meestal gebeurt dat ook niet, maar goed. Ik vind het kleurtje wel heel leuk, maar dat pepertje vind ik iets minder daarin. Maar ja, we doen het er maar mee, hè. Nou, beter dan dit gaat het niet worden. Daar zie je dus heel weinig van. Dat is wel een beetje jammer. Misschien is dit dan zo'n kleur die je misschien beter nat kan gebruiken. Maar ja, net wat ik straks al zei. Ik vind het altijd heel erg jammer. Want ik vind de oogschaduw er niet per se mooier door worden als je zo'n kleurtje nat gaat gebruiken. Er loopt hier een kat langs me heen. Daar was ik even aan het kijken. Je hebt gewoon bijna de neiging om te gaan blazen aan die lipgloss. Oh, ik ga de twee zo meteen ruzie maken, denk ik. Dit kleurtje doet weinig voor mijn ogen. Daar ga ik dus overheen. Normaal gesproken zou je daarmee diepte creëren met dit kleurtje. En zoals altijd, ik neem een video op en er moet iemand in de kattenbak. Volgens mij doen ze het erom. Deze zie ik dan wel meteen. Het is niet heel fel, maar je ziet hem wel. We bouwen hem gewoon een beetje op. Het verbaast mij wel hoor. Ik heb het al vaker voorbij zien komen dat sommige websites de make-up van Max & More dan echt veel duurder verkopen, zeg maar, als dat je bij de Action betaalt. Ik weet ook niet waardoor dat komt. Want op zich is het wel een low-budget merk. Het is ook allemaal vegan trouwens. Die paletten is ook vegan. Dus als je dat belangrijk vindt, is dat leuk om te weten dat Action ook vegan make-up heeft. En als je mij een beetje kent, weet je ook wel dat ik van wat verdere ooglooks hou. Dat moet je ding zijn. Ik vind dit zo voor de arcadeboog hartstikke leuk. Ik ga hem heel lichtjes blenden. Ik ga er niet heel erg hard overheen, want ja, het is gewoon niet nodig. Ah, de kat is klaar op de kattenbak. Altijd fijn. Nu maar hopen dat niet de volgende erop gaat. Ik dep er eigenlijk meer een beetje overheen, zodat eigenlijk een beetje, mochten de harde lijntjes zijn, er een beetje uit zijn. Maar ik wil niet te veel eroverheen gaan, want dan ben ik bang dat ik het helemaal uitvaag. Die lichte kleuren er toch wel wat moeite mee hebben, heb ik in de gaten. Gaan we in de buitenste ooghoek voor dit kleurtje. En die is lekker fel, dus ik hoop ook dat we die heel goed gaan zien. Nou. Het valt me eigenlijk een klein beetje tegen hoe fel die is. Kijk als ik een beetje op mijn vinger doe. Oh kijk, dat werkt beter dan met dat kwastje. Oh ja, dan zie je hem wel. Oh, dit werkt top. Ja, dan zie je hem wel goed. Nou, dan laten we dat kwastje wel even voor wat hij is. Want ja, dan zie je hem niet zo goed. Nou ben ik daar normaal dus helemaal geen fan van om dit met mijn vingers te doen. Maar ja. Het werkt voor nu wel eventjes het beste bij deze kleuren. Oké.
Ja, want dan zie je hem wel goed. Bijzonder. We gaan het wel even blenden natuurlijk. Denk ik wel dat hij een stukje lichter wordt, maar oké. Gewoon niet te veel doen. Ja, ik heb nu toch niet echt heel veel lijntjes. Even mijn vinger een beetje afvegen aan dat kwastje, want ik zit er nou wel helemaal onder. Dat is dus het nadeel waardoor ik liever niet met mijn vingers werk. Dat ik er altijd helemaal onder zit. Ja, dan vind ik het wel heel leuk. Misschien had ik toch in die arcadeboog... Nee, je ziet het wel. Maar het werkt dus wel. Dan wil ik op het bewegende ooglid deze kleur gaan aanbrengen. En dit is dus een shimmer. Ja, die dus. En die kan wel, denk ik, met het kwastje. En als het niet werkt, doe ik het wel weer met de vinger. Maar ik vind het niet heel fantastisch. Mijn vinger werken. Ja, die pakt wel goed op. Oh, die is leuk. Ja, die vind ik wel heel erg leuk. Hij heeft een beetje een oplichtend effect, waardoor hij toch mooi opvalt. Oh, ik vind het uiteindelijk wel heel leuk. Ja, dit is echt wel een heel erg leuk kleurtje. Valt me ook niet tegen deze. Ondanks dat die licht is, zie je hem wel meteen. Heel leuk. Dan ga ik even op het wenkbrauwbot en aan de binnenste kant van mijn ooghoek even voor dit kleurtje. Er zit niet echt een highlight kleurtje in, dus ik pak even deze. Dit is ook zo'n shimmerkleur. Dat is wel leuk, denk ik. Hoop ik. Normaal trek je daar de boel een beetje strak mee. Maar ja, omdat nu in die arcadeboog de kleur niet heel opvallend is, zeg maar. Ja, dat maakt het net wat leuker, vind ik. Ja, het geeft het net eventjes dat wow effect. Ik mis wel echt een highlight kleurtje, moet ik zeggen. Maar goed, dit werkt eigenlijk ook wel. En je wil dan toch meer een shimmertje dan dat je een matte pakt. Eigenlijk kun je de kleuren heel goed onderscheiden, want in al die matte tinten zit zeg maar zo'n roosje geperst. En dan is dit de ooglook geworden. Ik vind hem uiteindelijk wel heel leuk geworden. Ik ga hem heel eventjes afmaken met mijn eyeliner, mijn oogpotlood en mijn mascara. En dan kom ik uiteraard even terug om dat ook te laten zien. Maar voor nu vind ik het er toch wel leuk uitzien, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Zo ziet de look er dan uit als die echt helemaal af is. Ik heb gewoon gekozen voor zwarte eyeliner en een zwart oogpotlood. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een roze kleur als je dat leuk vindt. Maar ja, ik vind het er toch wel heel erg leuk uitzien zo. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Dus ik ben ook wel benieuwd wat jullie ervan zeggen. Nou, de look is af zoals jullie hebben kunnen zien. Ik ben er uiteindelijk wel blij mee wat er van geworden is. Ik word er ook blij van als ik er nu naar kijk. Ik denk, ja, het ziet er toch wel heel erg leuk uit. Het viel mij op dat de lichte kleuren hebben er dus wat moeite mee om echt goed tot zijn recht te komen op het ooglid. Misschien is dat inderdaad dan toch leuker als je dat toch nat zou gebruiken. Maar ja, zoals ik al eerder zei, ik vind het gewoon heel erg jammer dat je oogschaduw dan heel erg raar opdroogt. En als je het dan toch weer droog zou willen gebruiken, werkt dat voor mij niet altijd even makkelijk. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om alles droog te doen. Uiteindelijk, ja, je kunt de kleuren wel opbouwen. Zoals je hebt kunnen zien had die donkerroze kleur, waarvan ik dan heel veel pigmenten had verwacht, op de kwast er heel veel moeite mee. Maar deed ik het met mijn vinger, ging het eigenlijk echt
heel erg goed. Dus ja, wat dat betreft vind ik het wel een fijn oogschaduwpalet. Je moet er misschien eventjes mee leren werken. Maar omdat ik natuurlijk al wat langer bezig ben met make-up, dan weet ik inmiddels wel hoe ik dingen zou kunnen oplossen. Maar als je dit net doet, zou dat wat lastig kunnen zijn en kan het je heel erg tegenvallen. Nou, dit was natuurlijk een roze ooglook, maar zoals ik al zei, ja, ik weet niet wat de andere kleuren allemaal gaan doen. Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Dus ik heb wel heel veel zin om nog verder te gaan experimenteren met dit palet, wat er nog meer mogelijk is. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie uiteindelijk van het resultaat vinden, wat ik ervan gemaakt heb. Is het een palet die jullie destijds ook hebben gekocht of waarvan je misschien toch achteraf denkt, goh, had ik hem toen maar meegenomen? Ik vind hem toch wel heel erg leuk. Ik ben er uiteindelijk wel heel erg blij mee. Ik vind het palet er zelf heel erg mooi uitzien. Ja, en ook gewoon. Uiteindelijk kun je er wel een hele leuke look mee maken. Dus ik ben heel erg tevreden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!